De medische ingreep van de president, Desiree Bouterse, is met succes uitgevoerd. Het staatshoofd, dat zich samen met First Lady Ingrid Bouterse-Waldering op Cuba bevindt, heeft afgelopen zaterdag de ingreep in Havana, de hoofdstad van Cuba, ondergaan. De president zal nog enkele dagen moeten rusten ter voorkoming van mogelijke complicaties. Zodra de regeringsleider door deze noodzakelijke fase heen is, zal hij terugkeren naar Suriname. De vooronderzoeken voor de ingreep zijn volgens het Nationaal Informatieinstituut NII in Suriname gedaan. De verdere medische afronding op Cuba is na afstemming met Surinaamse artsen geweest.